Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Ik neem deze aflevering op op 9 februari. In de week dat het zo heerlijk heeft gesneeuwd... en we allemaal wat meer weer contact konden maken met ons innerlijk kind... en hopelijk door dat plezier wat de sneeuw heeft gegeven... weer een vonkje in onszelf voelen van mogelijkheden. Deze podcast gaat helemaal over dat vonkje in jezelf voelen... Uh, dingen opruimen om dat vonkje meer te laten branden. Want deze podcastaflevering staat in het teken van liefde. En specifiek het manifesteren van liefde. Deze podcastaflevering uh, heet dan ook Manifest Love. En voor mij zijn, is zelfliefde staat aan de basis van het manifesteren van liefde. Dus daarom heet de workshop die ook gekoppeld is aan deze podcast voor aanstaande zondag. Uh, manifest self-love met zelf tussen haakjes. Ik ga je alles vertellen over die bijzondere workshop van Aanstaande Zondag. Maar eerst wil ik dat je een moment de tijd neemt om heel even bij jezelf in te tunen. Je ogen dicht te doen, heel even als dat kan. Misschien ben je aan het autorijden, kan het niet. Of misschien ben je in de natuur aan het wandelen... Maar je gewoon heel even bewust worden van hoe gaat het eigenlijk met me. Afgelopen zondag zijn we gestart met de Moonclub XL. En een van mijn intenties daarachter is rock your vibes en feel empowered. En dat rocken van die vibes. Dat kun je op elk moment doen. En waar we waren naar de in de Moon Club XL helemaal naar de kern van ons persoon afreizen. Met de hulp van de astrologie en de nieuwe manen gedurende het jaar. Wil ik ook die korte momenten. Met je delen waarin je heel even kunt inchecken. Hoe gaat het met me? Hoe zijn mijn vibes vandaag? Welke woorden heb ik de afgelopen week in mijn self-care journal opgeschreven? Passen die woorden bij mijn intentie voor 2021? Geven die woorden liefde? Spreken die woorden liefde? Spreken ze de taal van de liefde? En dat is alleen maar een onderzoeksvraag. Geen slecht of goed. Alleen maar je bewust daarvan te worden. Alright. Gaan we naar het onderwerp van vandaag: Manifesteren van liefde. Manifesteren is een term die de laatste tijd, de laatste tijd twee jaar veel vaker voorkomt waar veel aandacht voor is en ik hoop dat manifesteren dat je dat niet denkt dat je dat dat het iets is wat je moet doen vanuit wilskracht ik hoop dat je manifesteert vanuit liefde dus manifesteert vanuit iets wat je toe kan voegen aan je leven in plaats van het aanvullend te laten zijn in plaats van dat het iets is, ik ben nu nog niet goed genoeg. Dus ik heb extra geld, extra ik weet niet wat nodig om goed genoeg te zijn. Want je bent al goed genoeg. En dat is voor mij ook echt de basis voor manifest love: dat je voelt dat je goed bent. En voelt dat je die liefde die je zoekt al in je hebt, of die liefde die je wilt vermeerderen. Dat het alleen maar een kwestie is van dat naar boven halen en je, jezelf dat herinneren. En dat is wat ik, ja, wat ik zo graag met je hoop te doen in deze podcast... maar ook in de masterclass, in de online class... van aanstaande zondag 14 februari. Manifesteren is voor mij niks anders dan contact maken met je hart... met je dromen, met mogelijkheden... en het gevoel wat het creëert van... hé, hey, dit is mogelijk... Dit is wat ik kan doen als. Dus het is een kwestie van focus en helder krijgen wat het dan is wat je eigenlijk wilt. Dus een van de dingen waar we zondag mee aan de slag gaan is: wat wil je eigenlijk? Hoe zie je een relatie eigenlijk voor je? Wat betekent liefde eigenlijk voor jou? Dat zijn zulke basisvragen, maar het is zo belangrijk als je liefde wilt manifesteren dat je helder hebt. Dat je voelt ook in je lijf wat liefde dan eigenlijk voor jou betekent. En, en hoe dat voelt, nog belangrijker. En ik ben al, zonder dat ik het wist, mijn hele leven bezig met manifesteren. En dat komt omdat ik iemand ben die overal mogelijkheden ziet. En ook heel graag voor die mogelijkheden gaat. Dus mijn fantasie is, is groot. Um, ik zie niet snel beren op de weg en dat heeft voor- en nadelen, want ik heb ook al super vaak mijn neus gestoten. Ontzettend ook um, als het om ondernemen gaat, de hard way het geleerd. En nog steeds um, betekent het namelijk manifesteren, betekent ook experim experimenteren. En tijdens dat proces kom je ook dingen tegen die niet werken en dat is helemaal niet erg. Het is belangrijk dat je dat weer los kan laten als je het hebt over uh, vibes, over het creëren van vibes. Want dat, is, dat wordt vaak in één adem genoemd met manifesteren, is, is je frequentie, is je vibes, is dat de energie die je uitstraalt, trek je aan. Nou, dat is, dat is dit: dat je, ja, dat, je, dat je steeds besluit dat je iets voelt in je, in je energieveld of in je systeem van hey ik heb een slechte dag. Of hey, ik heb een hele goede dag. Hoe, hoe kan ik die energie inzetten? Of hoe kan ik, als je een slechte dag hebt, hoe kan ik die energie ombuigen? En het is dus super belangrijk dat je begrijpt dat je dat een slechte dag helemaal niet erg is. Maar dat je kunt, dat je kunt kiezen om het niet leidend te laten zijn voor de rest van je week of de rest van je leven. En dat je, dat dingen zijn die je. Die je kan ondernemen om te spelen met die energie. En soms betekent het ook gewoon met je hoofd onder een dekbed. Kan ook. Dat is helemaal niet erg. Um, ja, je hoeft niet altijd meteen een oplossing te hebben. Nou, ik heb voor het eerst. Um, nou ja, toen ik nu ging lezen over manifesteren de laatste jaren, besefte ik dat dat. Al iets is wat ik mijn hele leven doe. Onder andere, um, ik wilde al heel vroeg ondernemen. Ik zag mogelijkheden in um, Amsterdam waar ik toen woonde om restaurants te beginnen. Uh, uiteindelijk begon ik mijn lunchroom en ging ik daar heel vaak met de gedachte in. Zocht dus, oh, ik ga vandaag deze omzet uh, maken. En meestal lukte dat ook. Ik hou ook enorm van doelen stellen. Uh, ik ben niet voor niks een echte steenbok. Maar die kracht van je focus leggen op iets wat je graag wilt, dat is wat mij betreft de law of attraction. Uh, en dat is wat mij betreft manifesteren. Um, wat ook heel mooi is, ik sta er ook heel helder bij. Het eerste moment waarop ik dacht: van hé, hey, misschien kunnen Clint en ik samen een bedrijf beginnen misschien kunnen Clint en ik daarvoor afgaan. Misschien zijn Clint en ik wel een match made in heaven in de liefde. Ook dat zijn die momenten waarop je dus, waarop ik dat gevoeld heb van, hey, wat is hier? Wat is hier? wat, wat, ja, wat zit hier? En we hebben in een dagelijks leven niet altijd de tijd om in een dagelijks hectisch leven om onszelf die vragen te stellen van. Om dat te zien, daar heb je heel vaak wat reflectie bij nodig, wat met een afstand kijken. Nou, dat is een van de redenen waarom ik die moon rondom iedere nieuwe maan en volle maan heb gecreëerd. En ook de reden waarom ik nu de Manifest Love-cursus heb bedacht. Omdat als het om de liefde gaat, zien we wel wat, heel vaak wat er niet goed gaat. Dus um, nou. Bijvoorbeeld, je hebt geen relatie, of bijvoorbeeld, um, en dat wil je heel graag, want het is niet gezegd: als je geen relatie hebt, dat je dan niet gelukkig bent. Maar uh, of je, je ziet in een, in, dat je relatie wat minder gaat dan je zou willen: dat jullie uit elkaar groeien, dat jullie minder seks hebben of dat je niet gesupport voelt. Heel vaak zien we dat gedeelte wel en staan we niet goed stil bij. Um, of niet genoeg stil van, hé, hey, wat is er mogelijk binnen onze relatie? Wat is er mogelijk binnen een relatie überhaupt? En dat kader, die, die vragen, die wil ik je echt helpen beantwoorden in Manifest Love aanstaande zondag 14 februari. Nou, de rol van zelfliefde is heel erg groot. Ik heb al in de vorige podcast verteld, in mijn drie tips voor zelfliefde dat ik uh, dat mijn trigger om mezelf te ontdekken um, ja echt was dat rondom het moederschap en en ook mijn relatie en ook het ondernemen eigenlijk kwam alles bij maar dat ik toen al heel snel ontdekte dat ik helemaal niet mezelf lief had en eigenlijk nee niet eigenlijk als je jezelf niet lief hebt dan kun je je niet verbinden in een relatie en wat bedoel ik daarmee dat bedoel ik daarmee is als je niet Jezelf accepteert als je niet bent wie je, wie je bent of niet durft durf te zijn wie je bent, dan, dan voelt het een beetje in een relatie alsof je een ja, alsof je iemand anders bent. Dus je hebt ja, ik ik denk dat je dat wel uh, kunt voorstellen dat als je niet de woorden spreekt die je eigenlijk zou willen spreken of dat zegt je veilig genoeg voelen om te zeggen wat je wil zeggen. Ja, dat, en eerlijk zijn naar jezelf en naar je partner. Dat zijn wel van die basis-fundamenten. om een relatie. een liefdevolle en te, een tevreden relatie met elkaar op te bouwen. Dus zelfliefde is hierin zo belangrijk. En jezelf leren kennen. zo belangrijk. En vanuit daar komen die grenzen. Die, die grenzen waar ik zo vaak vrouwen over hoor. die moeite hebben met het stellen van grenzen. Ja, dat komt allemaal vanuit. Vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde en zelfliefde. Dus die rol van die zelfliefde is immens belangrijk. En misschien kun je jezelf nu ook al afvragen van... Hoe, hoe houd ik van mezelf? Wat, hoe laat ik dat aan mezelf zien? En hoe zit het dan in mijn relatie? Hoe, hoe, hoe komt dat terug, mijn zelfliefde? Hoe komt dat terug in de relatie die ik heb? Dus... Bijvoorbeeld, um, is, is er balans tussen geven en nemen binnen de relatie? Of als je single bent, heb je dan het gevoel dat je heel erg moet aanpassen binnen een date? Of um, dat je twijfelt over, ik denk dat enige vorm van uh, twijfel bij het plaatsen van een foto, op, op, ik, ik heb nog nooit op Tinder of iets gezeten, maar ik kan me wel voorstellen dat, um, dat zo'n date proces. Heel erg um, uh, je, je, je een spiegel voor houdt van hoe je, hoeveel je eigenlijk van jezelf houdt, hoe, hoeveel je jezelf, hoe je op jezelf op waarde schat, hoe je zelfvertrouwen is. Dus dat is wel interessant om al te, uh, ja, te onderzoeken bij jezelf. Van hoe presenteer ik mezelf überhaupt? Al, al daarin kun je, welke woorden gebruik je? Ben je ergens terughoudend? Ben je ergens, um, hoe noem je dat? Um, um, niet, um, geef jezelf te weinig credits. Dat is allemaal mooi om te onderzoeken. Oké, okay, dus dat is de rol van zelfliefde. Dan een relatie. Wat ik merkte toen ik aan de slag ging destijds um, met mijn liefdesleven, is dat een relatie altijd een spiegel is van hoe jij je voelt. En dat die ook een Pijn kan reflecteren die jij in jezelf niet hebt geheeld, of die, die, die kan die pijn blootleggen. Een heel mooi boekje over is Getting the Love You Want. Um, daarin vertellen ze over dat een relatie altijd een weerspiegeling is van een oude figuur, een of twee, allebei. Of, of, um, en dat op het moment dat je die wond niet heelt dat, uit je kindertijd. Dat je dan dat steeds terug blijft komen, dat onderwerp in je relatie. En dat kan zijn over niet gehoord worden, niet gezien, eh, niet, niet praten over gevoelens, te weinig waardering. Nou, dat kan op allerlei vlakken. En dat wil helemaal niet zeggen, want je ouders, onze ouders, hebben allemaal hun best gedaan. Net als dat wij nu ook ons best doen in het ouderschap. Maar er zijn gewoon af en toe dingen wat wat minder uh, aandacht en liefde heeft gekregen. En. Daarom is die self-care en die self-love en die momenten van intunen met jezelf zo ontzettend belangrijk dat je de tijd neemt om die wonden überhaupt te zien. En iedereen heeft ze, dus no worries, iedereen heeft ze en uh, ja, je, je, je kunt daar gewoon wat mee. Dus in je relatie, een relatie is een weerspiegeling van pijn. Of um, kan een beetje van, van pijn die nog niet is geheeld, nog niet is opgelost, die je nog niet hebt aangekeken. Wat ik zag in mijn uh, relatie, wat eigenlijk altijd een topic is bij mij, is um, bindingsangst uh, bang, en uh, verlatingsangst tegelijkertijd. Dus echt bang om verlaten te worden. Dat, dat, uh, en dat komt altijd terug als ik uh, ruzie heb met Clint, dat ik. Ja, bang ben dat hij wegloopt. En dat zegt ook iets, nu ik dit zo zeg, besef ik me, dat een pijn gaat dus ook niet 1, 2, 3 weg. Maar je bewust van zijn dat je daar überhaupt bang voor bent. En dat, want achter een ruzie zit altijd veel meer. En dat is ook een van de dingen die ik zo heb geleerd tijdens mijn relatiecoaching afgelopen zomer. Dat, dat de ruzie is nooit de ruzie. Dat is, dat is nooit waar het om gaat. Het, is een, ja, het, is echt iets, het gaat over echt een pijn. En bijvoorbeeld, uh, om je nog een voorbeeld te noemen, is: Clint en ik, als, als Clint en ik ruzie maken, is, is de aanleiding heel vaak um, uh, iets. heeft het met tijd te maken. Dus um, te weinig tijd voor elkaar hebben of um, niet zien wat de ander. Waar de ander stress heeft, of daar geen aandacht aan geven. Of dus echt alsof je dus over een ander zo'n gevoel heen walst. Terwijl iedereen wil gewoon niets liever dan gezien en gesteund en gesupport voelen. En niet dat het een het ander bagatelliseert. Zo van: Oh, jij, jouw ding is minder belangrijk dan de mijne. Want alle gevoelens zijn belangrijk. Alle kleine of grote dingen. Weet je, Clint noemde ook heel mooi gisteren. Uh, dat hij het jammer vond dat hij niet heeft kunnen sleeën. Want hij was, uh, zondag gingen we sleeën en ik was heel erg bezig met Fitz. En hij was heel erg bezig met Louis. En toen heeft hij niet zelf gesleept. En dat kwam er gisteren uit. We hadden een, 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 nou niet eens een discussie, niet eens een ruzie, maar er gewoon een gesprek. Over. En toen, toen zei hij van: Oh, ik vind het zo jammer dat ik gisteren niet gesleept heb. En Clint is een kreeft en een kreeft die. Zal automatisch uh, een ander voor laten gaan dan zichzelf? En toen zei ik ook tegen hem: van ja, maar het is zo belangrijk om te communiceren van wat je nodig hebt. Dus had Lou heel even aan mij gegeven, had heel even gevraagd, gezegd: van joh, ik wil ook uh, sleeën. En ik kom hierop omdat liefde in een relatie elkaar dingen gunnen zo ontzettend belangrijk is. Maar wat ik merkte toen ik heel weinig zelfliefde had... destijds met de vader van Fitz... dat ik had helemaal niks over in mezelf... om iemand anders iets te gunnen. Dus ik wilde gewoon... Ik wilde zelf tijd. Want ik, ik kon gewoon niet... Hem ruimte geven, genoeg ruimte. En hij andersom denkt bij mij ook niet. Waardoor je dus um, nou ja, ergernissen krijgt over, ik weet er wel iets wat uh, bijstaat, is dat hij een keer een afspraak was vergeten met een vriendin die ik had. Nou, dat, 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 dat heeft me zo gekwetst, van, alsof ik niet belangrijk genoeg ben. Um, dat hij op tijd thuis was voor die afspraak met die vriendin. Dus. Dat zijn echt dingen om te onderzoeken bij jezelf. Hé, hey, wat kom ik tegen in mijn huidige relatie? Of als je geen relatie hebt, dat gaan we ook bespreken zondag. Van. Hoe kan je terugkijken naar relaties? Wat je hebt geleerd en welk pijnpunt je tegen bent gekomen, of misschien uh, juist goede dingen. Gewoon überhaupt stilstaan bij hé, hey, welke persoon ben ik in een relatie? En. Is dat echt de persoon die ik ben? Of speel ik daarin een rol? Of nou gewoon vragen rondom jezelf. Dus een relatie, de weerspiegeling van jezelf. Van de pijn die je hebt, maar ook van de vreugde en de liefde. En de, de, als we het hebben over sensualiteit, over vrouwelijkheid, over rust, over. Nou ja, alles wat het leven mooier maakt. Is die relatie daar ook een weerspiegeling van? Omdat op het moment dat je jezelf weinig gunt. En op het moment dat je weinig rust kan nemen, zie je dat ook altijd terug in je relatie. Want dan zoek je ook zelf dingen om weer op te kunnen vitten. Dus nou ja, alles is steeds verbonden aan die, aan die liefde. En wat mooi is wat ik geleerd heb bij um, tijdens de relatiecoaching, ik, ik had altijd een ding ook met boosheid. Ik ben heel praktisch ingesteld, een nuchtere steenbok. Ik ben niet iemand die haar hart... Nou ja, in, in de online classes die ik doe vind ik altijd wel... dat ik heel hard, makkelijk mijn hart kan openen naar jullie en ook in de meditaties. Maar in een relatie vind ik dat best wel heel erg spannend. En ik ben ook best wel um, zelfstandig en... Uh, ik leerde ook heel erg dat dat voor een ander, voor, de, voor degene met wie ik een relatie heb, lastig is. Want dan voelt het alsof ik weinig emoties heb. Maar dat het ook zo is dat, um, dat op het moment dat. Iemand anders dramatisch doet of uh, boos wordt, daar, daar kan ik best wel weinig mee. Omdat ik dus van mezelf niet echt. Uh, ik vind boos eigenlijk zonde van mijn tijd. En de therapeut le leerde mij dat dat helemaal niet zo is. Dat boosheid helemaal niet zonde van je tijd is. Omdat het iets blootleggen en iets zegt. En het een manier van loslaten, een manier van uiten is. Ook bij kinderen. En we worden zo geprogrammeerd dat boosheid. Niet goed is en dat, dat degene die boos wordt, die standpijn maakt, die krijgt heel vaak de vinger toegewezen. Maar er speelt zoveel meer. Dus dat vond ik een hele mooie learning: van dat je ook anders naar boosheid kan kijken. Um, wat wilde ik nog meer over dit onderwerp vertellen? Ja, dus, dus je. je... De vibes die je zelf hebt, dat, dat merk je ook waarschijnlijk wel in huis de afgelopen paar weken. Als, als een van, als je met huisgenoten bent, dan wordt jouw vibe sowieso gespiegeld. Dus dan zal die andere aan je, ander aan je vragen: hey, hey ik zie dat het niet zo goed gaat. Of misschien krijg je een kleine ergernis. Dus je vibes hebben overal uh, effect op. En ja, dat, daar wil ik ook heel graag een oefening mee doen zondag. van... Hoe voel je die vibes nou eigenlijk en hoe kun je ze omturnen? En ook een mooi, ook, ook met betrekking tot seks, is, is zelfliefde en eigenwaarde en kunnen genieten. En uh, heeft alles te maken ook met chakra 2, je waterelement, jezelf iets gunnen, uh, los kunnen laten. De toenadering, kunnen ontvangen, toenadering hebben, verbinding hebben. Het heeft natuurlijk alles te maken met een goed seksleven hebben. Een seksleven waarbij beide partners zich gezien, gehoord, gevoeld, alles vo uh, voelen. Dus daar wil ik ook iets over zeggen zondag. En ik merkte ook, Clint en ik gingen. Uh, uh, wanneer was het van de week een keertje samen onder de douche staan en dat was zo fijn om even gewoon ja even dat moment van aanraking in elkaar in de ogen kijken. Weet je, de afgelopen weken zijn zo'n puzzelstukjes geweest en de organisatie, de planning, het huishouden runnen, het bedrijf runnen en waar ben je dan als stel en daar tijd voor blijven maken is zo belangrijk. Ik weet nog bij de relatie met de vader van Fitz... daar voelde ik me heel vaak eenzaam. En ik denk... degene die dit hoort en zich herkent van... in een relatie eenzaam zijn... Dat is, daar word je zo ontzettend verdrietig van. En dat, dat herhalen in jezelf... waarom ziet hij me nou niet? Waarom hoort hij me niet? Waarom begrijpt hij mij niet? Waarom gunt hij me dit niet? Dat is, ja, dat is wel echt een... Ja, een moeilijke emotie. Zo heb ik dat althans ervaren. Dan gaan we ook nog, um, wat ik noem, ja, het is een Engels woord, cord cutting. Het is een beetje het doorknippen van emotionele banden, van energie. Dat is wat cord cutting betekent. Dus we gaan aan de slag met, um, heel vaak zijn we onbewust nog bezig met een verbinding die we hebben met iets. Het kan met iets zijn, het kan met een persoon zijn. En ik weet niet, ik heb dat nog soms ook. Ik droom best wel vaak nog over uh, eerdere relaties. En ik kreeg ook al een paar berichten rondom Mercury Retrograde. Want ik had geschreven dat dat een mooi moment was om een ex eventueel te contacteren om een hoofdstuk te kunnen afsluiten. En dat is wat cutting is. Een hoofdstuk kunnen afsluiten door de energie, door stil te staan bij de energie en die dan door te knippen. Zodat er meer rust ontstaat. Ja, ik denk dat we allemaal kunnen voelen dat jij nu kunt voelen wat, wat een rustafsluiting geeft. Dat je niet meer in je hoofd zit te pingpongen met een bepaalde energie. Dus dat wil ik heel graag doen uh, als ritueel in deze masterclass. Ik noem het masterclass, maar eigenlijk het is een, het is een mix van van alles en nog wat. Dus de masterclass, online class, retreat, workshop. Ik, ik, ik weet niet hoe ik het precies moet noemen. Het is in ieder geval... Ja, een aaneenschakeling van een, aaneenschakeling, een aantal self-care practices, zoals journal vragen, die cutting wat ik net noem, um, meditatie, visualisatie, um, een stukje. Ik, ik denk dat ik ook een klein stukje intuitive movement doe om je hart te openen. En die keurt. Courtkutting. Uh, die kwam ik voor het eerst mee in aanraking op een hele andere manier dat wel. Uh, toen, ik op een, toen ik een retreat gaf in, op Ibiza en een baarmoedermeditatie deed. En dat ik me toen besefte, van de energie, ook die we hebben, die we hebben opgeslagen in onszelf. door onze bedpartners die zit echt ook in ons. En dat, is, dat, dat vond ik een heel mooi moment om daarbij stil te staan. Een contact te maken met die baarmoeder van... hé, hey, welke energie is er eigenlijk allemaal ooit in mij geweest? En is dat de energie die ik met me mee wil dragen? Of wil ik juist sommige herinneringen, sommige energieën liever loslaten? Omdat ze op dit moment niet bij het aantrekken van liefde... niet bij het aantrekken van zelfliefde... niet met het aantrekken van wat ik graag wil, pas. Dus daar gaan we een ritueel rondom doen en daarmee gebruik ik ook um, een techniek die we, dat we in een aantal stappen doorlopen om te zien van hé, hey, waar zit die energie? Welk, welk koord wil ik überhaupt doorknippen? Nou, dat is um, in een notendop en dan uh, wil ik ook nog iets over seks vertellen. Uh, heel kort uh, over hoe, hoe Clint en ik dat. Um, nou, hoe wij daar tijd voor maken hoe, uh, hoe, hoe bepaalde bijvoorbeeld ik heb nu ook de date night box gemaakt op de op valentine gift guide omdat er zit een olie in en een steentje en uh, badzout omdat het, ja, het fysiek maken van um, zin in seks krijgen dus door samen in bad te gaan door elkaar te masseren door met zo'n steentje even lekker over iemands gezicht te gaan maar dat is dus Elkaar aanraken die eerste levensbehoefte van huid op huid contact, die kunnen we zo verliezen. Dus ik vind het ook echt belangrijk dat we, ja, dat we daar een aantal oefeningen samen mee gaan doen van hé, hey, wat kan je nou doen om die ander te helpen ontspannen, om die ander te helpen verbinden, om zodoende een, een lekkere seks te hebben? Dat is uh, ja, ik denk dat we het allemaal over een, eens zijn dat seks alles te maken heeft met kunnen geven en ontvangen en ontspannen. Dus dat wil ik ook nog kort meenemen. All right. Manifest love, manifest self-love. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit onderwerp voor jullie is. Ik vind, um, ja, ik denk aantrekken van liefde. Ja, dat is op dit moment zo ontzettend belangrijk. Het vermenigvuld... Als je het liefde aantrekt, kun je het daarna vermenigvuldigen. En ik denk dat dat, ja, zo'n mooie golfbeweging is ook met, met de ja, met hoe we onze kinderen kunnen opvoeden, hoe we, ik denk nu heel erg aan verbinden via de ogen, je zelfliefde en liefde heb ook alles te maken met die compassie, zacht naar elkaar zijn, de mogelijkheden zien en ik denk dat we dat allemaal kunnen gebruiken. Dus ik nodig je van harte uit om zondag mee te doen met manifest self love. Tussen haakjes de self is dus Manifest Love, Manifest Self Love. Je krijgt deze workshop gratis als je een product koopt uit onze Valentine Gift Guide. In de Valentine Gift Guide vind je de Date Night Box. Die bevat de Love Oil, een karniooltje die staat voor passie en motivatie en seks. Een Himalaya zout, dat is badzout wat je helpt met aarde en overtollige prikkels helpt weg te nemen. Um, ja, dat zit er in, oh ja, en een mini mini Love Spray. En de be love Spray kun je uh, daar ja, dan. Die ruikt super lekker. Super vrouwelijk. Super hartopener is het ook om, ja, om de ruimte waar je in bent al een lekkere love vibe te geven. Om ook tussendoor voor jezelf te gebruiken. Om jezelf te herinneren aan de liefde. Het bevat etherische olie van Roos. Dat is een van de allerbeste etherische olieën voor het verzachten van het hart. is dus niet. Voor niks ben je boos, pluk een roos. Um, dus dat date night box staat erop. Er De staat um, Be Love Spray sowieso los op. De Love Oil staat er los op. De um, Go Love Yourself roller. Een hele lekkere roller die je ook als parfum kunt dragen. Een hele zachte. Ja, ik, ik vind hem heerlijk. Dus ik hoop. Jullie te zien aanstaande zondag bij Manifest Love. Het begint om 11 uur. Je kunt hem ook samen met je partner kijken. Je kunt hem alleen kijken. Uh, houd pen en papier in de aanslag. Je selfcare journal. Um, wat nog meer? Een yoga matje. Trek lekkere kleding aan. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. En ik hoop jij ook.